Welkom bij Autisme TV. Wat is de invloed van autisme op het gezinssysteem? En met gezinssysteem bedoelen we dan de relaties tussen de gezinsleden. En dan hebben we het over de relaties tussen de ouders, de relaties tussen de kinderen en de relaties tussen de ouders en de kinderen. Nou, daar gaan we het over hebben vanavond. We hebben drie boeiende gasten die erover vertellen. En dat doen we aan de hand van een documentaire Romein. En die documentaire Romein is een jongetje van 12 jaar met autisme. En die documentaire is gemaakt door zus Lotte. Zit hier aan tafel. Welkom Lotte. Ja, dankjewel. Wat een ambitieus project. Ja. Hoe heb je dat zo opgepakt? Ik moest een profielwerkstuk maken in 6 VWO. Dus iedereen ging een lang stuk schrijven van 50 pagina's. En dat wilde ik niet gaan doen. Ik wilde iets anders gaan doen. En filmen heb ik altijd heel erg leuk gevonden om te doen. Dus ik dacht, nou, waarom kan ik dat niet combineren? Ik wil sowieso een film maken. En je hebt natuurlijk de perfecte casus in huis. Een jongetje met autisme. En ik wilde autisme vanuit een persoonlijk perspectief laten zien. Dus eigenlijk perfect. Eindelijk kon ik het gaan maken. Want ik wilde sowieso al wel iets maken met autisme. Dus ja, dit was de perfecte kans. Nou, eigenlijk. Compliment. Dat is een hele mooie documentaire geworden. Dankjewel. Ja. En moeder was gelijk enthousiast? Ja, ik was wel gelijk enthousiast, want ze vindt filmen ontzettend leuk. Ze filmt al langer, dus ik wist dan in ieder geval dat ze zich met hart en ziel op dat profielwerkstuk zou storten. En een documentaire over haar broertje. Ja, ze heeft een ontzettend lief, leuk broertje, wat ook een beetje anders is dan anderen en daardoor ook erg interessant. Dus ja, een mooi verhaal. Ik had er wel vertrouwen in. Ik vond het leuk. Ja, zeker. Nou, we gaan er nog veel meer van zien. We hebben allerlei fragmenten geselecteerd. Maar ik wilde starten met het eerste fragment. Dat is, jullie zijn op vakantie in Toscane. Jullie hebben een dorpje bezocht. En dan, na een leuke dag, zoek je de auto. Romein weet wel waar die staat. Of niet? Daar in de verte loopt dus Romein. En hij weet precies de weg terug naar de auto. En dat hebben we één keer gelopen op de heenweg. En hij is hier nooit eerder geweest. Hij is hier nooit eerder geweest. En een doolhof van steegjes, gangetjes, straatjes, trappetjes. Hij is nu wel ook ergens een gangetje in. Hebben we dat meegekregen waar hij in ging? Oh, dan zijn we weer bij die Romeintje. Ja. Is dit echt nu de snelste weg? Volgens mij is hij nu even kwijt. Waar staat de auto? Daarboven. Nee, de auto staat niet boven. Oh, nee. Hij staat daar? Nee, daar. Nee, we moeten daarheen. Nou. Oké, okay. Nou dan. Want we zijn nu al, elke keer lopen we met jou mee naar boven. Helemaal daar het dorpje in en dat is hartstikke leuk. Maar daar staat de auto niet, weet je nog? Mm. Wat is er nou? Kom. We gaan even lopen. Geef je zus een hand. Romein, kom even luisteren. Kom, even handen uit je ogen. Even moet niet naar je luisteren. Ja, je moet heel even naar me luisteren. Heel eventjes, oké? Okay? Kijk, daarboven, daar is het restaurantje waar we net hebben gezeten. Ja? Uh-huh. En daarboven is ook allemaal museumpjes en hoge gebouwen en torens. Maar niet de auto. De auto staat beneden. Maar mama weet de weg. Nee, ik. Ja, jij weet ook vaak heel goed de weg, maar toevallig net deze ene keer. Zullen we achter mij aanlopen? Zullen we achter mama aanlopen? Ja. Zal ik je een handje geven? Oké. Okay. Of geef je Lotte een hand? Nee, Romein, daar is het dus niet. Wel. Nou ja, misschien wil hij door die hoofdstraat terug. Oké, okay, we gaan het even proberen. Romein? Ja. We gaan het proberen. Je had niks aan te doen. We proberen het nog één keer. Daarna dan gaan we streng worden. Omhoog, omlaag. We hebben het dorp nu wel 3 keer gezien. Lot, dat is wel leuk. Ja, ik denk een heel herkenbaar fragment voor veel families waarin autisme een rol speelt. Ik geef naar jou. Wat ging er op dat moment door je heen? Romein wil zijn eigen route voortzetten. Ja. Jullie weten dat het niet goed is. Ja, nou ja, het gekke is, Romein weet dus echt altijd heel goed de weg. En eigenlijk heeft hij gewoon altijd gelijk. Dus dat hij nu geen gelijk had, was best wel bijzonder. Dus wat er dan gebeurt, dat hij zijn zin niet krijgt, was ook bijzonder. Okay. Dus dat was wel even een momentje van, hoe gaan we dit oplossen?
Tegelijkertijd, ja, je bent er met vakantie en het is niet vervelend om daar rond te wandelen. Dus dan wordt het wel een afweging van gaan we toegeven of gaan we niet toegeven. Het was al twee keer eerder fout gegaan. Kijk je elkaar dan aan ook? Of, Ja, we kijken elkaar wel even aan. En kijk, die twee keer daarvoor dat hij al een verkeerde afslag nam, dan hadden we zoiets van, oh, nou ja, we zijn daar toch nog niet geweest. Laten we die route maar even nemen. En dit was dan zoiets, weet je, Lotte zegt ook op een gegeven moment, oh, moeten we weer naar boven, weer naar beneden. Ja. Maar ja, het is dan toch een afweging die je maakt van, je wil het toch leuk houden. Mm-hmm. En dus, oké, we geven nog één keer toe. En hij stond nu net bij een straatje. En ik wist, daarboven is de hoofdstraat. Misschien dat we hem daar dan in krijgen. Dan komen we er ook uit. In een vervolgscène zie je vervolgens hem ook zitten in die hoofdstraat. En dan krijgt hij een lolly. Want nou, dat was dus zeg maar het crisismoment. En dan helpt alleen maar lolly. Lotte heeft daar ook nog eens een tekstje bij geschreven. Ja. Van in geval van nood. Geef hem een lolly. Ja. Dus ja, het is gewoon een afweging. Laat je tot een conflict komen. Ik zeg er ook op een gegeven moment, oké, we proberen het nog één keer en dan gaan we streng zijn. Ja. Want ja, je wil uiteindelijk toch wel naar de auto. Ja. Maar deze ene keer namen we toch voor lief. Ja. Ik ben benieuwd wat de systeemtherapeut daar heeft. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Ja, introduceer mijn derde gast, Ilse van Zon. GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Ja, klopt. Hoe kijk jij naar deze scène? Nou ja, hoe ik daarnaar kijk. Ik vind het allereerst heel leuk om te mogen meekijken hier naar jullie scènes uit de documentaire. En als systeemtherapeut kijk ik vooral naar hoe de wisselwerking tussen mensen eruit ziet in een gezin. Hè? Dus hoe je effect op elkaar hebt. En daarbij nemen we niet alleen het autisme, zoals het autisme van Romein, maar eigenlijk alle kwetsbaarheden in een gezin mee. Ja, dus als systeemtherapeut zou ik heel nieuwsgierig zijn. Hoe was het eigenlijk voor jullie dat hij deed wat hij deed? Hè? Dat hij eigenlijk niet echt luisterde. En wat zijn dan de afwegingen inderdaad om toch mee te gaan? Nou, daar zeg je net wat over. Dus dat zijn de zaken, zeg maar. Er vallen een aantal dingen op en die zou ik dan met jullie als gezin bespreken. Ja. Ik moet er even bij zeggen. Jij komt eigenlijk pas kijken bij gezinnen waarin het een beetje uit balans is of heel erg uit balans meestal is. Meestal heel erg uit balans. Heel erg uit balans. Ja. Deze documentaire gaat over jullie gezin en ik moet ook gelijk zeggen dat daar geen sprake van is eigenlijk. Hè. Jullie hebben de boel best goed in balans. Hopen we. Althans, ja. We doen ons best. Zo kijk ik ernaar. Ja. Maar in ieder geval, ze zijn wel beeldend. Ze zijn wel een mooi voorbeeld om te bespreken. Dus vandaar dat we ook deze scènes laten zien. En we hebben er 6 geselecteerd, dus daar gaan we nu naar de volgende, want anders komen we door de tijd niet door. Even kijken, we gaan naar een fragment. Dat gaat eigenlijk even naar de introductie van de documentaire. Jij introduceert jouw broertje. Mm-hmm. En dat doe je op een mooie manier. Daar gaan we nu naar kijken. Als ik Romein mocht omschrijven in 3 woorden, dan zou dat zijn lief. Daar moet ik even over nadenken hoor. Moeilijk. Je wordt hem beneden. En. Maar hoe zou jij hem beschrijven in 3 woorden? Lief, kwetsbaar en uniek. Ja, dat is goed. Uniek. Ja, die vind ik ook gewoon goed. Ja. Lief, gevoelig en uniek. Hoe heet jij? Romein Peters. Romein Peters. En hoe oud ben jij? Hoeveel jaar? 11. 11? Dit is mijn broertje Romein. Hij is fan van Frozen en Super Mario, houdt van cola en hij is klassiek autist. En zwakbegaafd. Mooie combinatie. Ja, lief, gevoelig, uniek. Dat zijn mooie woorden. Je spreekt met veel tederheid over hem. Ja. Je zei ook even in de eerste opwelling moeilijk. Ja, klopt. Toen dacht je van, wat bedoelde je? Het is natuurlijk ook soms heel moeilijk. We moeten constant rekening met hem houden. De kleine dingetjes kan hij natuurlijk heel erg verslag van raken. Waar wij al denken van, is even een moeilijkheidje die wij even zo wegschrijven. Maar voor hem kan het al zijn hele dag verpesten. Ja. Nou ja, daarom beschreef ik hem in eerste instantie als moeilijk. Maar uiteindelijk had hij me wel bedacht. En was het niet een van die 3 woorden waarmee ik hem dus zou omschrijven. Omdat ik niet vind dat zijn autisme hem moet definiëren. Dus hij is niet, ik vind hem niet per se, ik zou hem niet omschrijven als een moeilijk persoon of zo. Dat is niet wat hem maakt tot de persoon die hij is. En lief en grappig en gevoelig en uniek en speels, dat is wel wat hij is. En moeilijk, dat is niet
ja, dat is niet wat hij is. Ja. Ja. Nou, hij is natuurlijk af en toe wel moeilijk in de omgang, maar ja, dat heeft ook een oorzaak. Mm. En wij vinden het belangrijker om gewoon te kijken naar hoe hij is als persoon. Het is ontzettend lief, rustig, kwetsbaar jongetje. Mm-hmm. En dat in principe is hij niet moeilijk. Klopt. Er zijn situaties waardoor hij moeilijk kan worden. Dus mm-hmm, ik vond het leuk dat Lotte die twist maakte in haar antwoord. Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Romein is, ja, dat maakt Romein, ja, omdat hij lief is. En, ja. Wat zijn jouw ervaringen in de praktijk, hè, als je met gezin aan de slag gaat? Mm-hmm. Wat ik ontzettend mooi vind, is dat je zo liefdevol over je broertje praat. Dat was wat me meteen trof in de beelden. Dat vond ik echt heel mooi. En ja, en je zei het net al, de gezinnen waarmee wij werken hier binnen het Leeuwkannenhuis, die zijn echt heel erg uit balans. Daar is vaak al jarenlang van alles en nog wat aan de hand. Daar lukt dat meestal niet zo goed meer om daar op die manier, zeg maar, naar te kijken. En dan zie je dat inderdaad persoon en gedrag veel meer samenvalt in de verhalen die er verteld worden. Wat heel begrijpelijk is als je hoort wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. Kunnen mensen dat dan wel goed onder woorden brengen? Wat ze van een ander vinden of hoe ze dat tegenaan? Ja, dat lukt over het algemeen heel aardig. Alleen kan dat soms er iets minder genuanceerd zijn als de mooie nuances die jullie aanbrengen, zeg maar, in de taal. En hoe ik daarnaar kijk is toch wel dat daar ontstaat een soort overfocus op dat autisme, hè, waardoor, zeg maar, het kind of de volwassenen soms met autisme, die hebben we natuurlijk ook hier in huis, als het ware als het probleem worden gezien. Maar dan wordt dat gedrag en die persoon, zeg maar, die vallen als het ware samen. En dat is niet omdat mensen dat expres doen of dat ze daarmee slechte bedoelingen hebben. Dan gaat het wel steviger knellen. En wat mij altijd opvalt, is als we daar dan naar de betekenis van zaken gaan kijken, dat er heel vaak heel veel pijn en verdriet onder zit. Ja, en als je het daar weer over hebt, dan komt er weer verbinding. Dan komt er ook weer opluchting in het verhaal. Nog even, wij gebruiken je woorden, hè? En we kijken ook naar beelden. Maak je ook gebruik van video bijvoorbeeld? Zeker, of van zeker, andere beeldende middelen om de relaties zeker met elkaar te verhelderen? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk als het gaat over autisme ook heel belangrijk om dingen concreet en expliciet en vaak ook, zeg maar, visueel te maken. Wat wij doen is dat we bijvoorbeeld ook, we gaan non-verbaal met gezinnen aan de slag in de PMT-zaal. Dat doe ik samen met een collega. En daar PMT is? Dat is psychomotorische therapie. Dus dan werken we fysiek ervaringsgericht. Eigenlijk krijgen mensen dan oefeningen, zeg maar, die je thuis bijvoorbeeld ook zou kunnen doen. Dan gaan we spelen. Daar maken we opnames van en die kijken we terug. Dus die kijken we vaak terug met ouders. Hoe wordt er met elkaar gespeeld en wat zegt dat over de relatie? Precies. Dat hebben ze bij ons ook gedaan. Dus bij ons ook gedaan. Ja, ja. Dat vonden wij alleen iets minder, toch? Wat, ja, nou, het was. Het klinkt misschien een beetje raar, want de dame die ons toen kwam helpen was helemaal in het beginstadium. Kwam echt met de beste bedoelingen, maar wij hadden niet echt het gevoel dat ze iets kon toevoegen aan aan ons leerproces op dat moment in de omgang met Romein. Dat kan. Dus idee dat er dan een camera met ons meekijkt, dat heeft maar heel kort geduurd. Daar kunnen we waarschijnlijk ook nog heel wat over vertellen. Maar we gaan toch even door, als je het niet erg vindt, naar een volgend fragment. En dat is het fragment waarin de diagnose eigenlijk wordt gesteld. Ja, diagnose, je googelt op internet en dan kom je er eigenlijk wel achter dat die heel dicht bij dat beeld van autisme komt, hè? Ja. Gaan kijken. Ja, en toen hij 2,5 was en toen wilde hem brachten we naar een peuterspeelzaal. Dat ging helemaal niet. Daar begon hij te schreeuwen en te gillen. En toen dat was eigenlijk het moment waarop we dachten van, ja, er is iets met hem aan de hand en we weten niet wat het. We hebben wel een idee wat het is. Ja, toen ging jij, dat zal ik nooit vergeten, we waren met z'n tweeën thuis. En jij was al op school, Romein lag denk ik boven te slapen. En toen ging jij googlen op autisme. Ja. En toen begon je te huilen. Ja, het gekke was, weet je, er werd gezegd bij die test, bij 3 punten of ik weet het niet meer precies. Dan moet je echt wel contact opnemen met een expert. Maar Romein scoorde bijna 100% op die test. Het was dan zo'n toddlertest, dus een peutertest. Ja, je hebt er hele nare gedachten bij. Hè? Dus ja, ik weet niet. In ieder geval weet je gewoon of dat nare gedachten zijn. Ik denk dat ook Romein best wel op zijn manier gelukkig is. Ja, nee, zeker. Maar je wilt dit niet voor je kind. Dat wil je gewoon niet.
Nee, je wil makkelijk, leuk, gewoon leven voor je kind. Je wil gewoon lekker dat hij gaat voetballen, vriendjes buiten spelen, rotzooi schoppen. En als je dan het vermoeden krijgt dat hij misschien autistisch is, dan weet je eigenlijk al dat gaat allemaal anders worden. En dat, ja. Toen hij 2,5 was, toen zag ik voor mijn ogen opeens heel veel deuren dichtgaan die nooit meer open zullen gaan voor hem. Ja. En heel veel slagbomen gingen dicht. En dat vond ik toen heel erg, ja. Daar heb ik toen wel heel veel moeite mee gehad. Ja, iedere ouder wil het beste voor zijn kind en dan gaat het ineens allemaal anders. Ja, hoe kwam dat bij jou aan? Nou ja, het is natuurlijk een klap. Kijk, we hadden Lotte gekregen en dat gaat allemaal dan hartstikke leuk en goed. En ze volgt het pad en dat is ontzettend fijn. En dan heb je ineens een kind waarvan je weet dat dat pad heel anders zal gaan verlopen. En dan gaan er duizend dingen door je hoofd van hoe gaat dat binnen ons gezin? Hoe gaan wij dat regelen? Kunnen wij dat wel aan? Maar met name, dat speelde met mij vooral van hoe moet dat met hem straks in de toekomst? Hè? We hadden deskundigen die zeiden hij zal nooit verder komen dan blokken bouwen. En je zal nooit een normaal gesprek met hem kunnen voeren. En dat was allemaal echt heel heftig. En dat is natuurlijk, ja, dat is een klap tegelijkertijd. Maar dat is, hè, dat zie je ook in de documentaire. Ik ga er dan heel erg mee aan de slag van hoe kunnen we het beste met hem omgaan. Ik ga meteen handelen van hoe kunnen we dat voor hem het prettigst maken. Maar het blijft natuurlijk moeilijk. He, want hoe gaat die toekomst van hem zich ontwikkelen? Ja. En wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, kijk, met Lotte, weet je, daar gaat alles lekker. En dan kan je zeggen van, nou, dat zal vast een gelukkig meisje worden en dat zal goed gaan. Bij hem, ook al weet je natuurlijk niet zeker, maar bij hem weet je dat gewoon niet. Alles is onzeker geworden. Ja. Alles wordt onzeker. Wat zal hij inderdaad alleen maar blokken kunnen bouwen? Kan ik misschien echt nooit een gesprek met mijn kind voeren? Ja. Zal hij ooit kunnen lezen? Kan hij ooit een pen vasthouden en een tekening maken, weet je? Al dat soort basisvragen schiet door je hoofd. Dus ja, dat is moeilijk. Die onzekerheid in het begin, dat is denk ik het moeilijkst. Ja. Ik kijk even naar jou. Hoe kun jij je nog herinneren dat dat zeg maar binnenkwam aan jullie gezin? En hoe jij daarop reageerde? Nou, ik was 8 toen we erachter kwamen dat hij autisme had. Dus toen werd de diagnose gesteld. Ja, op die leeftijd is het heel moeilijk om te begrijpen wat het nou precies inhoudt. En ik kan me wel herinneren dat jullie het aan mij hebben uitproberen te leggen. En ik ben ook wel een paar keer bij geweest dat dus mensen langskwamen. Zoals die vrouw die ze in het begin ons probeerde te helpen. En die ging dan uitleggen hoe je dan om moest gaan met autisme. Dus oogcontact is heel moeilijk voor autisten. En je moet heel duidelijk zijn in de communicatie. Ik weet nog heel goed dat dat aan ons werd verteld. En ik weet nog dat ik dan op het whiteboard in de hal meteen ging schrijven van oogcontact, duidelijke communicatie. Maar dat weet ik nog heel goed. Maar voor mij, ja, voor mij was het, Ik heb geen andere broertjes of zusjes. Nee. Het was voor mij niet dat heel anders of zo. Het was voor mij, ja, oké, zo is het nou helemaal gegaan. En pas later kwam de realisatie van, wow, hij is echt wel heel anders. En dat dat voor mij ook wel gevolgen kon hebben. Dus met aandachtverdeling en met Romein kreeg natuurlijk meer aandacht dan ik in die tijd. Alleen op die leeftijd had ik zelf ook nog aandacht nodig. Ik was 8, 9, 10. En dan is het toch wel moeilijk wanneer je realiseert van, oh wacht, mijn vriendinnen hebben wel broertjes of zusjes. En zij krijgen evenveel aandacht. En ik vond dat wel moeilijk op dat moment. Maar ja, het is zo normaal. Het is voor mij zo, ja zo is het nou eenmaal, ja. En zij waren ook heel leuk samen, hè? Want Lotte en Romein zijn altijd heel, heel close geweest. Hij is echt dol op haar. En dat is altijd wederzijds zo geweest. Dus toen hij een peutertje was, was het gewoon wel gewoon ook heel vaak een heel leuk klein broertje. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou in de praktijk? Is dit soort, dat accepteren van autisme is natuurlijk wel een groot ding, hè? Moment. Ja, dat is. Ja, ik vind het wel een ingewikkelde vraag, maar zoals jij net al zei, voor iedereen is dat proces echt weer anders. En toch zie je wel een aantal dingen terugkomen. Dat hele proces van diagnostiek en soms misdiagnostiek echt ontzettend ingewikkeld is voor mensen. Dat het voor de broertjes en zusjes heel wat betekent inderdaad in aandacht of de rol die ze opeens krijgen. Dat het een enorme aanslag kan zijn op je partnerrelatie. Ook daar zeggen jullie iets over in de documentaire. Daar besteden we hier in het Leeuwkanhuis ook veel aandacht aan. Want kan het daar ook al helemaal fout gaan in een gezin? Dat het... Ja, kijk, weet je, ouders hebben natuurlijk eerst samen een relatie en gaan van daaruit, vanuit die partnerrelatie, samen ouderen. Hè? De kinderen komen daarna. Dus die zaken hangen met elkaar samen. En daar komt wel enorme druk op te staan. Want het vraagt gewoon echt wat anders van je samenwerking om te gaan met twee hele verschillende kinderen.
En je moet ook leren differentiëren bijvoorbeeld, omdat jij hebt iets heel anders nodig dan Romein. Ja. Dus dat is echt niet zo eenvoudig. En dat zijn al allemaal processen waar we hier wel aandacht aan besteden. Ja. Ik wil even door naar een volgende fragment, want dat sluit hierop aan. Het gaat over verdriet. Jouw man Roy zegt daar het nodige over. Het is een heel mooi fragment. Ook heel beeldend, denk ik. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Allereerste appelperenzakje. Laat het zien aan de camera. Hij heeft hem al naar binnen gewerkt. Hij moet ook zien. Wat is dat? Nog proeven? Het heeft voor ons wel veel aanpassingen gevergd, maar eigenlijk waren we... binnen een paar weken hadden we die routine te pakken, toch? Ja, we hebben één keer hier met z'n tweeën 5 minuten elkaar vastgepakt en hard gehuild. Toen ik heb elkaar aangekeken, zegt hij, nu gaan we er wat van maken. Ja. Ik heb meer last van, mijn verdriet zit me vaker dwars dan jouw verdriet jou dwars zit. Waardoor ik geen niet zeggen dat jij minder verdrietig bent dan ik, absoluut niet. Ja. Maar ik merkte toen wel heel erg dat als ik uitte dat ik het er moeilijk mee had, dan dat ik dan van jou de reactie kreeg van, ah joh, kom op, dat heeft voor mij helemaal niks aan als jij een beetje gaat lopen stippen. Je moet ervoor gaan. En als je dat 3-4 keer te horen krijgt, dan laat je je verdriet niet meer zien aan je eigen vrouw, aan de moeder van je kind. Nou, ik ging mijn verdriet op, ik weet nog wel dat ik dan ging... Dus er zijn avonden geweest, dan ging ik om 6 uur, 7 uur 's avonds, ging ik, als ik aan het werk was, dan was dat mijn lunchpauze. Dan ging ik in mijn eentje langs de kade lopen en dan ging ik daar staan janken. Omdat ik het thuis niet kon. Ja. Ja, paard. Ja? Paard, ik hoe vond je het gisteren eigenlijk op het feestje van Lotte en de vriendinnen? Ik denk dat ik er nu beter mee om zou kunnen gaan. Maar vooral toen, je bent ook door die onderzoeken. Ik werd een beetje van strijdvaardig ervan en dat wilde ik dan delen. Maar dat is nou eenmaal mijn persoonlijkheid. Dat was niet jouw persoonlijkheid. Ja, ik heb je daar waarschijnlijk tekort mee gedaan. Nee, het maakt ook verder niet aan. Maar we zijn eruit gekomen. Ik heb het je toen ook, op een gegeven moment merkte ik van, ik loop nu al weken, maanden loop ik s'avonds in mijn eentje langs die kade. Toen heb ik ook gewoon tegen jou gezegd. Heb ik ook gezegd van, alles goed en wel. Ik werk er net zo hard aan als jij en ik ga er ook voor. En ik ben ook degene geweest die gezegd heeft, dit is de grootste uitdaging van ons leven waar we voor staan. Ja, dat weet ik nog goed. Maar geef me ook de ruimte om af en toe gewoon de klote onder te voelen. Want dat voel ik gewoon. En ik kan dat niet wegstoppen. En ik heb dat nog steeds wezen. Als ik in mijn auto zit en ik kom op een bepaald nummer, dan kan ik volschieten. Ja. Het test je relatie behoorlijk. Niet tot in het ultieme, want er zijn nog ergere dingen denkbaar natuurlijk als het om je kinderen gaat. Maar het legt wel een behoorlijke druk op je relatie. Maar wij zijn er alleen maar, eigenlijk alleen maar hechter door geworden. Uiteindelijk wel, ja. Nou, ik heb dat ook al vaker gezegd. Dat als er dan een vrouw is op deze wereld waar ik dit mee moet maken, je autistische zoon. Ja, dan is het Floor natuurlijk. Geen andere vrouw waar ik dit mee zo goed mee zou kunnen aanpakken, denk ik. Weet ik. Is ook zo. En we hebben nog even te gaan. Mm-hmm. Ja, heel ontroerend beeld, die knuffel. Ja. Jan man zegt, we zijn er alleen maar hechter door geworden. Ja. En jij zegt, ja, uiteindelijk wel, maar daar zit ook in van, het heeft even tijd gekost om... Kijk, we hielden ontzettend veel van elkaar. We houden nog steeds heel veel van elkaar en we konden echt wel een stootje hebben. Maar onze persoonlijkheden verschillen behoorlijk op sommige gebieden. Als we een probleem aanpakken, doet Roy dat op een andere manier dan ik. Ik ben heel erg van aanpakken. Roy is meer van contemplatie, weet je, even erover nadenken, rustig laten bezinken. En dat was hier ook. Hij had echt de tijd nodig om dit te verwerken en om te laten bezinken, dat zijn zoon een
autisme had, een handicap had. En ik was veel meer bezig met van, oh, en we moeten hiermee aan de slag en we moeten iets gaan doen en, het moet, en we moeten hierin slagen. Hmm. Had je in de gaten dat hij dat op die manier verwendde? Nou ja, te weinig dus blijkbaar. Want het frappante is dat ik dus tijdens het interview met mijn dochter voor het eerst hoorde dat hij dus die avonden alleen over de kade had gelopen. Dat was best wel heftig om te horen. Ik wist niet op dat moment niet dat hij er echt zo alleen in heeft gestaan en dat het ook zo lang heeft geduurd. Mm-hmm. Maar wat ik me wel heel goed kon herinneren is dat moment waarop hij zei, je moet me die ruimte geven. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen besefte ik, oh ja, nee, natuurlijk. Hij heeft meer tijd nodig dan ik. En ik moet hem die ruimte geven. En hij moet met zijn verdriet naar huis kunnen. Nou, op het moment dat dat was uitgesproken, was het ook oké. Maar daar, dat kost tijd. Ik denk dat... En bij ons duurde het dan misschien 2 maanden, hoor, voordat we eruit waren. Maar ik kan me voorstellen, het probleem is groot. Ik kan me voorstellen dat mensen die misschien minder goed communiceren met elkaar, dat langer kan duren. Ja. Maar kijk, het is iets wat tijd kost. Ja, ik kijk gelijk even naar jou. Ja. Verdriet is natuurlijk een thema wat heel veel voorkomt. Ja, denk ik, ook ontzettend in jouw werk. Veel. Ja. Ja. Dus ik ben het eigenlijk ook helemaal met Roy eens daar waar hij zegt. Hè. Het is zo belangrijk om tijd en ruimte te nemen voor emoties. Om op die manier begrip voor elkaars proces te krijgen. Hè. Dat hoor ik jou eigenlijk ook een beetje zeggen. Iedereen gaat er verschillend mee om. Ook partners gaan er verschillend mee om. Hè. En dat kan nog wel eens uit elkaar lopen. Dus het is ontzettend belangrijk om de tijd en de ruimte te nemen om dat weer voldoende bij elkaar te krijgen. Ja, zonder dat je dat hetzelfde hoeft te doen. Maar hoe ziet dat eruit, voldoende tijd en ruimte? Op een gegeven moment kan ik me ook voorstellen dat je denkt van, nou gaan we, nou moeten we doorpakken. Want ja, dat heb ik ook wel gezegd. Dat heb ik op een gegeven moment ook tegen Roy gezegd. Ja, kom, we moeten er tegenaan, weet je wel. Ja. Want het gaat om hem, weet je, niet om ons. Maar je kan er niet omheen dat hij die ruimte toch gewoon nodig heeft. Dus ja, dan duurt het maar. Het is een ongoing process waarbij je zeg maar ergens in fases dan weer even terugkomt bij, oh, hoe is het nu voor jou in dit proces? Oh, hoe is het nu voor jou? En dan komt er weer een periode van actie, dan komt er weer een periode van bezinning. Ik denk, zo'n proces kent verschillende fases. Hm. Ja, waarbij het wel van belang is om dus geregeld met elkaar te kijken, hoe gaat het nou eigenlijk met ons? In dit verhaal. En omdat mensen, ze noemen het wel eens een emotionele achtbaan. Mensen die ik tref, die zitten echt in een soms afgrijzelijke emotionele achtbaan. Dat lukt dus niet altijd. Nee. Dus het is fantastisch dat jullie dat zo goed gelukt is. Dat is echt heel mooi. Maar de mensen die ik dan tref hier, daar lukt dat veel minder goed bij. En lukt dat dan in zo'n therapie om dat goed boven water te krijgen en daar uiteindelijk op een goede manier weer tot elkaar te komen? Over het algemeen lukt dat heel aardig. En wij zeggen altijd, voldoende is goed genoeg. Hè? Dus mensen moeten weer op weg geholpen worden om dat uiteindelijk ook zelf verder gestalte te geven. Dus het is nooit klaar hier. Maar ik denk wel dat we daar, gelukkig zijn we daar, hè? Hebben we hier in deze instelling ook wel voldoende tijd. Mogen we nog steeds, hè, ook in deze tijd van bezuinigingen, wel redelijk voldoende tijd nemen voor dit soort processen, want die zijn gewoon echt tijdrovend. En dan zijn dat ook weer vooral gesprekken, denk ik? Dat zijn gesprekken, maar dat zijn soms ook oefeningen. Okay. Kijk, laat helder zijn dat we hier ook veel echtparen hebben waarbij er ook eigen kwetsbaarheden een rol spelen. Soms autisme bij een van de ouders. En dan kiezen we dezelfde ervaringsgerichte weg. Dus dan gaan we soms oefenen om te kijken waar dat verdriet en die pijn zit. Dus en het is ook gewoon goed om ten alle tijde dat gesprek te blijven voeren. Wat Roy en ik graag doen is avondje aan onze keukentafel naar muziek luisteren die we allebei te gek vinden met een flink fles wijn erbij. Ja, heerlijk. Nee, maar het helpt wel. Even gewoon met z'n tweeën samen en dan gewoon zitten en doen wat je leuk vindt. Of naar de film of uit eten, doe iets. Maar doe iets samen. Op je eigen leven samen. Doet het weer, en dat doe niet iets vergeten. Samen waarbij je met elkaar praat. En alleen dan kom je verder. We gaan weer even door naar een volgend fragment. En dat is, in zo'n gezin, en het gezin van jullie dus ook, ontstaan nieuwe routines. Er zijn vooral behoefte aan nieuwe routines, er zijn structuur. Je hebt dat ook al in de documentaire gezegd. Dus we gaan even een voorbeeldje zien. We hebben er 2 tegen elkaar aangeplakt. Dat is een scène waarin Romein naar school wordt gebracht. En een scène aan de keukentafel als jullie eten. Grote bocht. Grote bocht. Ja. Doen we toch altijd? Ik wil de grote bocht, mama. Ja. Ik wil de grote bocht, mama. Hoe moeten we rijden? De grote bocht. Okay. Ik wil de grote bocht. Grote bocht? Ik wil de grote bocht, mama. Oh, sorry. Als ik Romein naar school ben, dan moet ik altijd wel goed opletten hoe ik rijd. Dan moeten we altijd eerst de grote bocht.
En dan rijden we gewoon over de provinciale weg naar Koog aan de Zaan. Maar als we bijvoorbeeld terug willen rijden, dan kan je ook over de busbrug. Want die is open op een gegeven moment. Maar dat mag nooit van Romein. Dat mag liever niet. Want hij wil gewoon altijd over de provinciale weg. Anders klopt het niet. Hoe vind je het om weer naar school te gaan? Leuk. Ja, vind je het leuk? Of wil je thuiswerkjes maken? Ik wil thuiswerkjes maken. Ik wil thuiswerkjes maken. Ik wil thuiswerkjes maken. Maar dat kan toch helemaal niet? Dat kan toch wel? Goed zo. Nee. Ja, grote bocht, mama. Grote bocht. Ja. Dat zijn van die voorspelbaarheid en routines. Hè. Dat zie je veel in gezinnen met autisme. Dat zie je dat terugkomen. Toch kan ik me voorstellen dat... Hoe ga je daarmee om? Er gebeuren, hij heeft natuurlijk af en toe ook wel gedrag waarvan je denkt van... Ja, wacht even jongens. Dit gaat nu te ver. Ja. Nou ja, wat betreft de grote bocht, als je bij ons thuis wegrijdt, dan kan je direct na 20 meter een straatje rechts nemen. Maar je kan ook 50 meter verder, en het zijn letterlijk die afstanden, of 100 meter verder kan je ook rechts. En dan kan je op die manier van het eiland afrijden. We wonen op een eiland. En dus dat gezegd hebben, het is echt een hele kleine moeite om de grote bocht te nemen. En daarom heb ik ook niet echt de behoefte om daar tegenin te gaan bij hem. Want zijn dag begint echt slecht als we niet de grote bocht nemen. Om een voorbeeld te noemen, soms staan de vuilnismannen aan het eind van de straat hun vuilnis erop te gooien of eraf. En dan kunnen we daar niet langs. En dan is hij echt soms tot in traan. Oh, dan gaan we het morgen dan wel goed doen, alsjeblieft, mama. Want dan begint zijn dag gewoon echt slecht als ik hem naar school breng. Ja. Dus dan heb ik zoiets, ja, zo'n kleine moeite... Die grote bocht, die nemen we gewoon. Maar ja, aan de andere kant, er zijn ook momenten waarvan je denkt van... ja, nee, ja, dit kan gewoon niet. En daarom zeg ik altijd, choose your battles. Kies de strijd die je aangaat. Wat is het je waard om je zoon verdrietig te maken of om het moeilijk te maken? Maar ja, soms moeten er nou eenmaal dingen gebeuren als wij als hij mee gaat boodschappen doen. En we moeten nog even naar de HEMA, ik noem maar wat, en hij heeft er geen zin in. Ja, je bent bij me, je loopt gewoon mee naar de HEMA, Romein. En daarna gaan we boodschappen doen en daarna gaan we naar huis. Maar het moet gewoon even, sorry. En dat zeg ik dan ook wel gewoon. Over het algemeen is het nu wel zo, moet ik zeggen, dat hij weet dat ook wel. Ja. Als ik zeg, we gaan dat echt doen, dan is hij daar wel een beetje treurig over. Maar het is niet meer zo erg dat hij tot tranen toe geroerd is, gelukkig. Maar het is natuurlijk, ja, net als met die scène in Italië... Ja, moet je die strijd dan met hem aangaan en zeggen... nee, we gaan hier direct naar beneden. Of loop je nog één keer door dat lekkere Italiaanse dorpje... Ja. Waar het 25 graden is. En wat maakt het je uit? Wat is het je waard om daar een strijd over te voeren? Hoe werkt dat bij jou? Want je hebt veel gespeeld met Romein. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook wel eens met je wilde spelen... dat je dacht, van, nou even niet, ik wil even wat anders doen. Hoe trok jij grenzen? Nou ja, dat Romein uit zichzelf met mij wilde spelen, dat kwam niet zo heel vaak voor. Oh. Ja, hij doet natuurlijk vooral zijn eigen dingetje. Maar wat ik vooral doe met Romein is omdat ik ga wel mee in zijn passies. Dus hij houdt veel van Super Mario en houdt van films als Frozen. Dus ja, om met hem te connecten op zo'n persoonlijke manier, dan probeer ik wel echt mee te gaan in die passies. Dus ik heb Frozen nu ook, nou ja, hoe vaak heb ik hem nu al niet gezien. Maar steeds opnieuw en hij is dan ook Elsa en ik ben Anna. Dus ik moet ook alles zeggen wat Anna zegt. Maar dat vind je zelf ook leuk om te doen? De hele film lang Anna nadoen is natuurlijk niet waar ik op zit te wachten. Maar ik bedoel, het is wel hoe ik een band schep met mijn broertje. En als hij wordt er super blij van, hij gaat helemaal van flapperen en een lach op zijn gezicht van hier tot daar. Dus weet je wel, dat... Ja, nu dat nog, ze, hoor. Nu, ja, ik heb dat eergisteren nog gedaan. Ik ken al die liedjes uit mijn hoofd. Dus weet je wel, dat is gewoon hoe ik met hem connect. Maar met die onverwachte gebeurtenissen... Nou, tegenwoordig kan hij er wel veel beter mee omgaan. We kunnen wel veel eerder... Ja, we hoeven niet per se 2 uur van tevoren te zeggen... dat we over 2 uur boodschap gaan doen. We kunnen eigenlijk nu wel tegen hem zeggen van... We gaan nu boodschappen doen. Kom, trek je schoenen aan, je gaat mee. En meestal, nu vangt hij dat eigenlijk wel goed op. Vroeger was dat heel anders. Vroeger moesten we dat echt wel duidelijk tegen hem zeggen. En wat we dan gingen doen in de stad, waar we heen gingen. Maar nu kunnen we soms wel even
een plot twist erin gooien. Waar die dan niet helemaal... Het doel moet nog steeds wel duidelijk zijn. Ja, het doel moet duidelijk zijn. Maar bedoel, we kunnen wel gewoon even zeggen van... Bijvoorbeeld laatst liepen wij in de stad en ik moest nog een jurk halen. En toen zeiden we, oh ja, Lop moet wel nog even naar die winkel. Maar dat vond hij niet prima, erg. Dat vond hij prima. Ik ga even naar jou, want ja, de gezinsbalans zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook bij jou regelmatig een vraag. Ja, hoe ga ik daarmee om? Zeker. Dat geeft, nou ja, wat jullie eigenlijk net heel mooi zeggen, die balans vinden tussen volgen en begrenzen. Dat is denk ik wel de grootste uitdaging. Daar waar het gaat over gezinnen en autisme. En daar zijn we eigenlijk hier de hele dag mee bezig. En wat ik merk is dat de ouders die bij ons komen, hier bij het Leo Kannerhuis, die zijn inmiddels zover dat ze echt aan regie verloren hebben. Dus daar, wat in jullie verhaal beluister ik, voldoende regie. Jij kiest your battles. Ja. Ik vind het heel mooi dat je het zo zegt, want ik denk dat het inderdaad ook zo werkt. Zo oefenen wij ook wel met ouders. Dus daar waar die regie verloren is geraakt en ouders heel veel in de onmacht terechtgekomen zijn. Het is geen onwil... Vaak ook geen onkunde, maar het is echt enorme onmacht waar ze in komen. Daar is het ontzettend moeilijk om weer bij terrein terug te winnen, om het zo maar te zeggen. Dus het gedrag van kinderen waarvan je denkt, ja, dat vinden ze fijn of dat hebben ze nodig, wordt dan vaak beschreven als ja, dwingend, eisend. En er ontstaat in de dynamiek, en ik denk dat het toch goed is om dat even te zeggen, er staan eigenlijk twee soorten escalaties dan in de dynamiek. Je kan een symmetrische escalatie krijgen of een complementaire escalatie. Symmetrische is daar waar ouders Romein van de straat zouden hebben getrokken. Nee, we gaan nu verder. Hè? En hij nog harder zeg maar, de andere kant op was gedoken. Dan krijg je een soort hart tegen hart. Dan krijg je een soort verharding in de verhoudingen, wat natuurlijk de relatie geen goed doet. Veel vaker zien we nog die complementaire escalatie, daar waar ouders toegeven voor de lieve vrede. En ik hoor jou heel duidelijk zeggen, ik weet echt wanneer ik daarvoor kies. En dat is denk ik heel goed. Nou ja, hoop ik hoor dat ik daar de goede keuzes in maak. Want er zullen ongetwijfeld mensen zijn. En uiteindelijk zal de tijd daarin zeg maar uitwijzen. Of ook jullie helpen zeg maar. Waar helpt het zijn ontwikkeling? Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over. Maar wij zien hier gezinnen waarbij dat zo is vastgelopen. Dat mensen soms letterlijk zeggen, wij staan in dienst van onze kinderen. Kinderen. En dan zijn de rollen eigenlijk bijna omgedraaid. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja. Dat is niet omdat mensen daarin fouten hebben gemaakt. Helemaal niet, maar dat is zo gegroeid. Dat sluipt er als het ware in. Hoe krijg je dat eruit? Nou ja, wat wij dan vooral doen, is dat we zeg maar met elkaar vooral kijken naar... niet naar wie is hier fout of waar ligt dit aan. Nee, hoe heeft het effect op elkaar? Hoe heeft het gedrag van een kind effect op ouders en het gedrag van ouders op het kind? Hoe halen we die negatieve... het spiraal eruit, want dat is dan wat er vaak ontstaat. Een negatieve spiraal waar je bij wijze van spreken geen invloed meer op hebt. Nee, maar dat effect zul je niet onmiddellijk zien, denk ik. Hè? Want als ik vanaf morgen, ik ben kijker en ik denk, oh, morgen ga ik ook mijn battle kiezen. Ik ga er eens even een flinke strijd van maken. Ja. Dat gaat natuurlijk niet onmiddellijk werken. Nee. Hè? Nee, nou ja, wat daarin dan in ieder geval bij ons heel erg helpt, is wij maken eigenlijk een soort gezinsplaatje waarin we die spiraal of die dynamiek proberen boven tafel te krijgen. En zo'n sessie in de PMT-zaal, hè, die gymzaal, zeg maar, waar we dan oefeningen doen. Dat is niet thuis, hè, dat is bij ons in de gymzaal. Dat helpt. Dan maken we letterlijk een soort beeld, plaatje van de interacties, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk lukt het wel om daar altijd in één of twee keer die spiraal helder te krijgen. Oh ja, en dan, dan kunnen we daar eigenlijk ook met elkaar heel goed naar kijken. En ook hele concrete aanwijzingen geven over hoe... Hoe we daarmee aan de slag gaan. Ja, dat is natuurlijk niet zo simpel om daar dan maar thuis zo even mee aan de slag te gaan. Nee, dat is ontzettend lastig. Want ik herken het wel waarin jij zei dat voor de lieve vrede doe je soms maar dingen. Mm-hmm. Af en toe heb ik ook wel het idee van misschien moet ik hier toch iets meer mezelf tegen verzetten. Maar het is gewoon heel moeilijk. Vaak is het moeilijk ook om de... ik doe nu wel net van ik kies de strijd. Maar ik maak daar natuurlijk ook fouten in. En soms ga ik ook veel te veel mee. En misschien ben ik soms weer veel te streng. En ik ben even benieuwd hoe dat werkt met jouw man. Sta je dan samen... Dit is wel het idee wat wij allebei aanhangen. Ja. En het is ook wel zo dat we... en dat hebben we ook in de opvoeding van Lotte. We proberen elkaar niet... dus als de ene iets zegt... We steunen elkaar wel daarin. Ja. We proberen wel één lijn daarin
te trekken. Tenminste, daar doen we ons best voor. Ook als ik denk van, is dit wel zo slim, dan laat ik toch maar wat het is. En omgekeerd ook. Ja, dat is, maar het is een ontzettend dilemma. Ja. Voor mensen. Zeker met mensen met autisme, waarbij dingen heel erg rigide kunnen zijn. Precies. Ja. Ja. Maar dit is eigenlijk wel de kern, hè, waar het om gaat. Dit is echt de kern. Dit is de bron van conflicten, ergernissen en relaties die uit elkaar... En uiteindelijk kan dat dus zo ver gaan dat mensen elkaar letterlijk kwijtraken. Hè? Dus dat is natuurlijk zo ontzettend verdrietig en pijnlijk. En dan heb je ook wel echt heel veel tijd en weer kleine stapjes en laagjes nodig om dat met elkaar te herstellen. Ja, want je hebt elkaar wel nodig. Absoluut. Ja, dat is absoluut. Ja, we zijn inmiddels al bijna 45 minuten onderweg, dus wij moeten eigenlijk gaan afronden. Dus dat ga ik ook doen. En ik zat te bedenken van, hoe ga ik dit nou afronden? Wat is de boodschap aan de wereld? Maar misschien dat jullie zelf daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dus ik dacht van, hoe zou jij nou willen afronden? Ik begin met jou, Ilse. Ja. Nou, wat ik eigenlijk zou willen meegeven is, onderschat de kracht van relaties en emoties niet. Ja, dus ik denk dat die bij gezinnen met autisme veel meer gebruikt zouden mogen worden. En dat dat helpt bij het verwerken van de diagnose. Het elkaar beter leren verstaan, tussen aanhalingstekens. En ook die ontwikkeling in de gaten blijven houden waar we het net over hadden. Want de maatschappij verandert niet. Hè? Daar zullen we mensen mee om moeten leren gaan. Ik heb daar nog even een praktische vraag aan jou, want we hebben het nou de hele tijd over systeemtherapie. Ik denk, kunnen mensen morgen naar het Leo Kanne bellen en zeggen, doe mij een paar sessies? Nee, maar snap je, hoe kom je daarvoor in aanmerking? Ja, dat is een hele goede vraag. Bij het Leo Kannehuis werkt het inderdaad zo dat mensen zich kunnen aanmelden en dat er een aantal behandelonderdelen... Maar moet dat niet via verwijzen? Ja, dat gaat normaal gesproken in de GGZ gaat dat via de huisarts of via een andere eerste lijst praktijk worden mensen verwezen. Ja. Want wij zijn wel een voorziening voor specialistische GGZ. Ja. Dus er moet vaak wel al iets anders geweest zijn voordat mensen verwezen worden naar het Leo Kannehuis. Ja. Nou ja, er is ook nog allerlei informatie op internet te vinden natuurlijk, hè, over systeemtherapie bij de Nederlandse Vereniging voor Gezinsrelatie. Relatie en Gezinstherapie, dus de NVRG. NVRG. Ja, dat is de landelijke vakvereniging. Ja, dan kom ik bij jullie. Hoe zou jij willen afronden? Ik geef Lotte het laatste woord, want dat verdient ze wel. Nee, ik heb eigenlijk twee dingetjes die ik wil zeggen. Het eerste is... en dan spreek ik vooral vanuit de ouder-kindrelatie. Ga altijd op zoek naar het mooie en het goede in je kind. Want ook al is die nog zo lastig en vervelend en moeilijk te begrijpen, het is wel ook gewoon een kind. En dat is. En die zijn van zichzelf uit niet slecht. Dus ga altijd op zoek naar het mooie en het goede en het lieve en het leuke in je kind. En probeer altijd ook met het kind te blijven lachen. En het tweede punt is, dat vind ik heel belangrijk, leg niet je eigen normen op aan jouw kind met autisme. Hè, waar het voor ons bijvoorbeeld na een uurtje op de computer wel oké is, daar is voor een kind met autisme anderhalf uur echt wel prima. Bijvoorbeeld om te spreken voor Romein. Romein wordt er echt rustig van. En die heeft er heel veel plezier van. En wij noemen het altijd aarde. Hij komt uit school, mag hij even op de computer. Dan kan hij even aarden, komt hij tot zichzelf. En daarna is Romein gewoon Romein. Dus leg niet je eigen normen op en zeg tegen hem, nou, over 10 minuten moet je. Ja, de schermtijd zit erop. Kijk gewoon naar wat een kind nodig heeft. Mooie woorden. Ja, wat ik graag wil zeggen, autisme wordt natuurlijk gezien als iets anders. En mensen hebben vaak de neiging om anders buiten te sluiten en te ontwijken. Terwijl ik juist vind dat we precies het tegenovergestelde moeten doen. We moeten anders zijn, juist vieren. We moeten dat accepteren. We moeten juist die mensen bij ons houden en leren daarmee om te gaan. In plaats van proberen bijvoorbeeld autisme uit hen te halen. We moeten niet... Het doel moet niet zijn om hen niet meer autistisch te maken. Bijvoorbeeld, ik kreeg ooit de vraag bij een Q&A bij een van de vertoningen van de documentaire. Zal hij ooit naar een normale school gaan? Nou ja, nee, dat gaat hij nooit kunnen. En dat is ook niet voor ons het doel dat hij naar een normale school moet gaan. Want dat voor hem is dat, zal dat nooit goed zijn. Voor hem zal dat nooit, hij zal het nooit aankunnen, mentaal en fysiek. En dat is voor hem niet goed. En probeer het niet te veranderen. Probeer niet... die rituelen die hen blij maken, weg te moffelen. Want dat is juist wat mama zei, dat maakt hen rustig. En dat is voor hen juist een mechanisme om met de wereld om te kunnen gaan. Mm-hmm. Dus accepteer dat mensen anders zijn en probeer die juist te accepteren en bij jou. Ja. Nou, heel mooi gezegd. Mooi gezegd.
Nogmaals, ja, geweldige documentaire. Als u hem nog niet heeft gezien, ga hem nog even kijken. Hij staat op YouTube. U kunt hem via onze eigen site vinden. Hij staat inmiddels ook in de chat genoemd, volgens mij als link. En anders gewoon Romijn intikken op YouTube. Dan kom je er ook, volgens mij. Ja, dan vind ik dat Roy eigenlijk ook nog wat moet zeggen, Jan-Man, als afsluiting. Dus ja, we hebben nog een fragmentje gekozen. Oh! Nou ja, het gaat er niet om, dat is dan mijn levensmotto. Het gaat er niet zozeer om wat je overkomt, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Nou, dan sluit ik af met complimenten ook in de chat voor de documentaire. Ik ga afsluiten. We zijn al bijna 50 minuten onderweg. Nou. Dus om te beginnen, heel veel dank voor jullie bijdrage en ook voor dit gesprek. En ik begrijp dat jullie op heel veel plekken in het land optredens doen inmiddels ten aanleiding van het documentaire en over jullie gezin vertellen. Ilse, bedankt voor jouw bijdrage en informatie. Nou, je hebt genoemd waar het op internet nog te vinden is als mensen wat willen weten. Wilt u de documentaire nog een keer zien, dan kan dat via YouTube of onze website. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.